Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe podcast, sowieso. Uh, vandaag even heel wat anders. Uh, heel Nederland is natuurlijk in de ban van het Nashville-akkoord. En in Katwijk is die ook ondertekend. Daar wouden wij een item van gaan maken op zijn podcast. Hiervoor hebben we verschillende politici geïnterviewd. Uh, ook een dominee die dit heeft ondertekend in Katwijk. Nou ja, we zijn bij die dominee langs geweest en het was zo'n mooi interview dat we dit sowieso al uh, gelijk online willen zetten. Ook omdat Ponyo's en andere media gewoon geen platform geven aan de voorstanders van de Nashville Accord. Nee, alleen, alleen maar tegenstanders. Ponyo heeft alleen tegenstanders uh, geïnterviewd. Dus wa waarom dan niet een voorstander? Dat snap ik echt niet. Nou, dan zijn wij lekker journalistiek bezig hier sowieso. Ja, inderdaad. Maar uh, wij gaan dus uh, vandaag het hele... Interview met de dominee die het getekend heeft, gaan wij gewoon online gooien. En waarom we dat doen is gewoon dat we tijd nodig om het, andere, om het echt het grote item te maken. En, en omdat wij gewoon iets anders willen, we willen we gewoon graag eens een keer een voorstander, dus uh, het platform geven. Ja, dus wil je het uh, meer entertainment item zien? Kom morgen alsjeblieft terug. En dan ben je echt geïnteresseerd in de kwestie van het Nashville Accord. En wil je ook een voorstandersvisie hierop zien? Blijf alsjeblieft kijken. Dat doen we gewoon meteen als eerste vandaag. Hele interview. hele interview. Veel plezier. En de koekjes en de koffie waren lekker bij de dominee. Heerlijk. Nou, we zitten hier bij dominee de Oude van de Triomfatorkerk met een lekker bakje. Bedankt dat u hier even langs mogen komen. Ja, nee, uh, hartelijk welkom. Uh, er is wat discussie, dus ik vind het heel mooi dat ik de kans krijg om ook uh, ons geluid uh, te laten horen. Nou, ik vind het heel bijzonder, ik zit toch op mijn bakje van hier. Ik vind het toch bijzonder ook dat, uh, dat u dat even wil doen. Want ik zie andere media, die hebben geen uh, voorstanders op beeld, om zo te zeggen. Nou, daarom vind ik het ook uh, sympathiek en waardeer ik het ook dat jullie ook uh, de gelegenheid geven om uh, de tegenstem te laten horen. Zodat de mensen de kans krijgen om zelf hun eigen mening te vormen door voor en tegen naast elkaar te zetten. Nou, laten we meteen beginnen. Um, ik heb hier bij me een nestje veel verklaring. U heeft hem getekend. Mag u vertellen waarom? Uh, ik heb die nestje verklaring getekend omdat wij ons als christenen heel bezorgd maken dat het uh, huwelijk steeds meer onder druk staat. De Bijbelse visie op het huwelijk... Ja, er wordt steeds meer pressie op uitgeoefend, dat dat op deze manier uh, eigenlijk... Uh, Wat is de Bijbelse huwelijk voor u? Uh, de Bijbelse visie op het huwelijk is dat God uh, het huwelijk heeft bedoeld als een relatie tussen één man en één vrouw. En dat de seksualiteit binnen het huwelijk de gelegenheid krijgt om zo op te bloeien. Binnen die veilige omheining, om het zo maar even te benoemen. Maar de Nashville-verklaring, een best wel Amerikaanse verklaring om zo te zeggen, die gaat toch wel een stuk verder dan dat. Bijvoorbeeld, nou, er wordt toch al bepaald dat homoseksualiteit een ziekte is. Hoe, ziet u, hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, nou, daarom vind ik het heel jammer dat daar gelijk de focus op gericht wordt. Het is natuurlijk een hot item, dat snap ik ook al homoseksualiteit. Maar het is in de eerste plaats bedoeld, wij willen een keer heel goed verwoorden, objectief en duidelijk, wat is een christelijk huwelijk? En dat is het eerste. Dus ik zou ook in de discussie graag willen dat mensen vooral ook daarover na gaan denken. En dan heeft het wel consequenties. En dan komt ook het thema homoseksualiteit aan de orde. Maar dat is eigenlijk een afgeleide. Hè. Bedoel, als mensen het idee van die netto-verklaring is een soort anti-homo pamflet. Zo is het absoluut niet bedoeld. En dan doe je dat stuk ook geen recht. Oké, okay, uh, kunt u dan even een, een passa andere passage eruit pakken. Uh, buiten het anti-homo-verdrag. Want iedereen noemt het anti-homo-verklaring. Nou, daarom. Dus nou, ik ben benieuwd. Nou, als ik het uh, vol mag lezen, de eerste artikel, die hangt heel nadrukkelijk over het huwelijk. Ik bedoel, uh, het uh, thema van homoseksualiteit, dat ermee te maken heeft, komt pas verderop aan de orde. Dit is niet het eerste en het voornaamste. Dus als mensen zeggen dat het is een anti-homopamflet is, dan hebben ze het waarschijnlijk niet eens gelezen. Want het eerste artikel, daar begint het mee, daar zit het mee in. Wij bevestigen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw. Gewoon één man, één vrouw. Ja, inderdaad. Wij zijn niet voor polygamie. Oké, okay, ja. Daarom staat er één man en één vrouw. Eén en één man en één man. Nee, inderdaad. Maar het eerste is weer dat het vooral gaat over ook de trouw, de wederzijdse trouw. Ook niet meerdere mannen en meerdere vrouwen. Dus je kan dat op meerdere manieren exegetiseren. Daar is dat van ja, niet twee mannen of twee vrouwen. Maar ook is het bedoeld als uh, trouw binnen het huwelijk. Ik mag er niet meerdere vrouwen op nahouden. Dat is heel ook van de trouw. Want daaraan gaan veel huwelijken tegenwoordig te gronden, dat weet iedereen. Dus het lijkt me ook heel zinvol om dat een keer te benadrukken. Je, pas ben je gelukkig als je ook een baas van vertrouwen in een huwelijk hebt. Want als dat vertrouwen weg is, dan is je huwelijk weg. Duidelijk. De ellende overal om ons heen, dat moet toch niemand willen. Hier is nog nooit iemand gelukkig van geworden. Duidelijk. Heeft u nog een uh, stukje buiten het, uh, het anti-homo-verdrag wat mensen zeggen? Uh, nou, het artikel 2 dat vind ik ook wel heel goed. Dat gaat gewoon op door. Wij bevestigen dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent... ...dubbele punt, reinheid... Buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk. Dat is weer een aspect. He, wij zijn, laten we zeggen, van je moet elkaar trouw blijven. Dat beloof je ook. En dan houdt een huwelijk ook stand. Anders leg je een bom onder het huwelijk. Oké. Okay. De focus ligt uh, landelijk toch natuurlijk wel op de passages van artikel 10. Zeker. Uh, u zegt uh, trouw blijven. K kunnen mensen van het gelijke geslacht ook trouw aan elkaar zijn? Uh, dat sluit ik niet uit. Inderdaad, dat is goed mogelijk. Alleen, het is de vraag, en ik wil toch even daarop terugkomen, hè, om ook een goed beeld uh, naar buiten te brengen, waar gaat die Nesfield-verklaring over? Artikel 8 vind ik dan heel fundamenteel. Wij bevestigen dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht, een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer ze een rein leven leiden. Zoals dat voor alle christenen geldt. Nou, dit vind ik heel mooi. Ze zetten er gelijk al achteraan. We hebben het hier niet alleen over homo's. Dat geldt voor alle mensenreinheid. Dus we zitten we niet alleen met de vinger op te steken naar die groep mensen. Nee, we hebben het over iedereen. Ook over mezelf. En, uh, ja. en ook dus dat we zeggen: niet van homo's zijn vies of die zijn slecht. Hier staat heel mooi voor het woord. Uh, ze kunnen als ze rein leven. En dat is een cruciaal zinnetje natuurlijk. Als ze rein leven kunnen ze een rijk en vruchtbaar leven leiden door het geloven. Dus even heel makkelijk voor de kijkers, uh, je kan homoseksueel zijn, maar je dient geen seks te met elkaar. Precies, daar gaat het over. Dat de, de, de geaardheid kan er zijn, en daarvoor zeggen we niet dat die per definitie een zondige geaardheid is. Alleen, uh, de Bijbel verbiedt het wel om dat daadwerkelijk uit te leven. Dan ga je een Bijbelse grens over. En zo is dat alle eeuwen door verwoord. Het is wel lastig trouwens, ik bedoel, uh, geen seks, heel, ja, heel leven... Nou inderdaad en dadelijk natuurlijk wel een, een, een moeilijkheid. En daarom willen wij als gemeente daar ook heel pastoraal mee staan. Wij gooien mensen de gemeente uit. Geneest u dan? Nee, tenminste ik sluit niet uit dat dat kan. Maar die suggestie wordt wel gewekt. Zo van, oh ze zeggen dat mensen kunnen genezen. Ziet u het als een ziekte? Ik zie het niet als een ziekte, wel als een stukje gebrokenheid. Maar niet als een ziekte of een afwijking, dat vind ik een niet-bijbelsheid zo zou presenteren. Wel als een stukje gebrokenheid, zodat je ook op andere manieren mensen iets van gebrokenheid in hun leven ervaren. De oorspronkelijke bedoeling, daarom artikel 1, zoals God het bedoeld heeft voor de zonneval, is een relatie tussen één man en één vrouw om daarin samen elkaar lief te hebben en God te dienen. En dat dat nu op allerlei manieren anders is, dat heeft iets met die gebrokenheid te maken. Maar waar we allemaal deel aan hebben. Hier... Uh, kunt u de gebrokenheid, kunt u dat even goed toelichten? Kort. Nou, dat het niet meer is zoals God het in het begin allemaal gemaakt heeft. He, door de zonde zijn er dingen ontspoord. Zoals ook in mijn leven er dingen niet goed gaan. Dus ik sta ook niet boven mensen met die geaardheid. Ik heb ook mijn eigen punten waar ik tegen te strijden heb. Begrijpt u dat er mensen zijn die zich veroordeeld voelen door dit uh, verdrag? Dat er mensen buiten gesloten worden? Uh, door dit te tekenen. U bent, u bent dominee, u, wordt een, u bent een man die altijd voor de kerk staat. Uh, voor honderden uh, mensen, vooral ook honderden jongeren, want er wordt bezocht door veel jongeren in uw kerk. Er zullen vast een 10% zo ongeveer daar gevoelens hebben voor, uh, voor hetzelfde geslacht. Bent u niet bang dat u uh, door het tekenen van dit verdrag, dat u daar mensen uh, veroordeelt? Nou, nogmaals, als mensen dat denken, dan vermoed ik dat ze die verklaring niet goed gelezen hebben. Want wij zeggen hier heel klip en klaar, iedereen kan het nalezen. Mensen die een aandacht hebben tot mensen met hetzelfde geslacht, kunnen een rijk en vruchtbaar leiden door het geloof in Jezus, wat aangenaam is voor God. Hier is toch een woord Frans bij, lijkt mij. Hoe begeleidt u ze dan? Uh, als ik uh, mensen ontmoet en die daar. Uh, en dat, ik heb ook mensen in mijn gemeente, inderdaad, en die begeleid ik ook. En die zijn uh, bij mij hartelijk welkom. We spreken ook ja, hoe ze daarmee om kunnen gaan. En zij hebben hier een uh, luisterend oor en een open deur. En ook in de gemeente worden ze zeker niet nagewezen of uh, scheef aangekeken. Zijn in uw uh, kerkelijke gemeenschap dus homoseksuelen? Ja, die zijn er ook. En we proberen echt om hen heen te staan. En ik vind het wel heel jammer door de. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? De manier waarop tegenwoordig de homolobby zich manifesteert, is het juist voor uh, christelijke jongeren die, uh, die geaard bij zichzelf uh, tegenkomen. Eigenlijk moeilijker geworden om naar buiten te komen. Want zij willen zelf ook niet met de homolobby's. als die zich tegen woorden manifesteert. Uh, op één hoop gegooid worden. Daar hebben zij ook ja. niks mee. Het is een beetje in, in hokjes wordt er gedacht. in de media. Die, die straalt eens uit. waardoor homo's. allemaal in één hokje gestopt worden. zoals de Gay Parade. Ja, en daar willen zij ook niet bij horen. En daardoor is het voor hen eigenlijk nog moeilijker geworden. Want ja, zij worstelen wel met die geaardheid ook. en ze zoeken ook om daar een plek aan te geven. Maar omdat ze ook niet uh, met die sfeer uh, te maken willen hebben, worden ze eigenlijk daardoor eigenlijk nog eenzaam werkt het eerder negatief en niet bevrijdend, maar worden ze eerder daardoor in een isolement gedreven. Dus het werkt juist contra. Duidelijk. Het is me eigenlijk, eigenlijk wel duidelijk. Nou, ik uh, vind het heel mooi dat ik dat zo even heb uh, duidelijk kunnen maken. U bent van de SP, neem ik aan. Jazeker. Uh, Meneer Van der Stij heeft hem ook getekend zoals u? Ja. Dat klopt. Hij wil hem ook niet intrekken. Eh, ondanks dat de hele media erover valt. En de, de mensen, et cetera. Dat, dat begrijpt u neem ik aan. Wat? Uh... Dat, dat hij dat niet terugtrekt, zijn. zijn Nee, ik zou niet weten waarom hij het ook zou moeten. Want zoals het hier staat, daar uh, iemand die echt een Christen is, kijk, alle mensen niks met God met zijn woord hebben. Ja, maar daar zijn er ook meer punten dat mensen natuurlijk uh, zich daartegen keren. Ik denk dat ik wel snap waar mensen een klein beetje uh, zich op het verkeerde been laten zetten. Uh, artikel 13, daar staat. wij bevestigen dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender zelfverstand te strijden en het verkeerde zelfverstand te verlogenen. Hè? Dus ze zeggen, wij zeggen. Even goed in het Nederlands nu, dat duidelijk Nederlands. Dus door de genade van God kun je tegen de uitleven van die geaardheid strijden, je van ja, die geaardheid is er, maar om dat ook erg uit te leven, ja, een christen die wil dat niet, want die wil God geen verdriet doen. Uh, dus je doet God verdriet als je transgender bent. Of uh, dat uit. Als je dat uitleeft, dat je zo bent, niet. Maar okay. het Uitleeft, dat is voor ons een fundamenteel verschil. Maar hier staat niet een keer waar genezen kan worden. Maar God stelt wel in staat om er tegen te strijden. dat je niet die Bijbelse grens overgaat. En ik denk dat dat verkeerd gelezen wordt. van ja, je kunt tegen strijden en verlogen. dus oh, je kan homo's genezen. Mensen zeggen van dan moet ik strijden om niet mezelf te kunnen zijn. Uh, ze mogen wel zichzelf zijn. Ik moet ook tegen mijn zonde strijden. Als ik woedend word op mijn buurman, moet ik ook strijden. om geen klappen en hamer te geven. om een extreem voorbeeld. Ja, ah, zo wat anders dan iemand die het gevoel heeft om een vrouw te zijn in plaats van een man. Ja, maar als ik een mooie vrouw zie, moet ik ook tegen mijn gevoelens strijden. Op een andere manier. Dus wat zal toch iedereen meemaken op die manier? Wij moeten allemaal wel eens op de rem staan om onszelf niet te laten gaan. Leeft hij in 2019? Voluit. En uh, ja, deze tijd baart me wel zorgen. Want ik zie dat als wij uh, de Bijbelse visie op huwelijk en gezin en seksualiteit loslaten... dat dat heel veel ellende en gebrokenheid oplevert. Ik heb van ontrouw weinig... Uh, Voordeel gezien, maar heel veel schade. Gebroken gezinnen, kinderen die de dupe zijn, enzovoort. enzovoort. Ik ben benieuwd wat onze kijkers ervan gaan vinden. Of, of zij nu ook meer u begrijpen. Ja. Um, ik wil u sowieso bedanken dat wij hier uh, mochten komen. Zeker, uh, ben ik gewoon eerlijk, wij zijn. Uh, en ik zijn zelf homoseksueel. Uh, maar ik vind het heel mooi dat wij hier ook gewoon welkom zijn. Ik voel me ook heel welkom hier. Ja, nou ik ben blij dat het zo overgekomen is en dat we ook de kans krijgen om een eerlijk beeld, zo staan bijbelgetrouwe christenen erin. Wij wijzen naar niemand, ik zou wel zeggen wij wijzen naar Jezus Christus. Waar wij allemaal moeten komen om door hem gered te worden en het eeuwige leven te krijgen. Mooie woorden, dank u wel. Dat lijkt me een mooi slot. Graag gedaan.